Mevrouw de voorzitter, het is geen geheim dat de SGP-fractie niet echt een bewonderaar van de Amerikaanse president Obama is. Onze sympathie gaat doorgaans meer uit naar de Republikeinen. Ik heb het over Amerika, hè. Maar toch moet ik zeggen dat Obama ons kort voor de zomer positief verraste. Nee, het was geen speech, het was geen wet, het was geen plan. Obama zong een lied, het wereldberoemde Amazing Grace. En het filmpje daarvan werd wereldwijd een hit. Ja, dat was nou dat applaus wat tijdens de bijdrage van de heer Buma vanmiddag om 3:45 te horen was. Dank het applaus van buiten. In de Statenpassage was er een spontane actie dat het lied gezongen werd. Het filmpje daarvan is inmiddels ook alweer een hit en te volgen. Prachtig gezongen vanmiddag de tekst. En als u zich afvraagt of er ook in de Tweede Kamer wel eens gezongen wordt door parlementariërs, dan wil ik daar aan het eind van mijn speech nog wel even op terugkomen. Maar nu eerst over het zingen van Obama. Waarom deed hij dat? Wat was er gebeurd? Ik ben dat toch nog eens even nagegaan, dat dat wel fascinerende beelden waren. En ook dat filmpje heel veel mensen geraakt heeft. Wat was er gebeurd? In Charleston, in South Carolina, richtte een 21-jarige schutter een bloedbad aan in een African Methodist Church. De zwarte predikant werd doodgeschoten en 8 andere leden van de kerk werden bruut doodgeschoten. Racisme was het motief. Verbijsterend. En het was tijdens een herdenkingsdienst van dit verbijsterende bloedbad dat de Amerikaanse president het Amazing Grace inzette. En het is een oud lied. John Newton, een ex-slavenhandelaar, die schreef het in 1773. Verbazingwekkende genade die een stakker als ik gered heeft. Ik was eerst verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik. Die slavenhandelaar die was tot bekering gekomen. En hij inspireerde de Engelse parlementariër William Wilberforce in zijn strijd voor de afschaffing van slavernij en voor talloze andere hervormingen. En het werd zijn lust en het werd zijn leven om een kroongetuige te zijn van de onvoorstelbare genade van God. En daarom schreef hij dit lied over pure ontferming en onverdiende goedheid. En die diepe genadetonen hoorde ik ook terug in het indrukwekkende verhaal van een Afrikaanse kindsoldaat van 14 jaar. Het was een gruwelijk verhaal, ook net als dat gebeurde in Charleston. Die kindsoldaat, zijn oren, vingers en tenen waren afgesneden. In het ziekenhuis waar hij terecht kwam, kwam notabene zijn folteraar naast hem te liggen. De verpleegkundigen die hoorden dat en ze verwachtten dat die verminkte jongen vol van haat en wraak zou zijn. Maar tot haar verrassing was dat niet zo. En ze vroeg aan de jongen, waarom niet? Hoe kan dat dat jij niet vol van haat en wraak bent? De jongen zei, ik ben er de hele nacht mee bezig geweest. Maar ik ben bang dat als ik in zijn situatie had verkeerd, ik wel eens hetzelfde zou hebben gedaan. En bovendien, ik wil vergeven, anders wordt de wereld nooit beter. Ik wil vergeven, anders wordt de wereld nooit beter. Ooit waren dat de eerste woorden van Nelson Mandela. Als vrij man na jarenlange gevangenschap. Forgiveness and peace. Haat bestrijden met verzoening en genade. Amazing grace. En mevrouw de voorzitter, wie maakt geen vuile handen? Wie kan er zonder genade? Elk mens voelt op zijn tijd aan dat het zonder genade, zonder vergeving, geen leven is. Niemand is daarvoor te goed en niemand is daarvoor te slecht. Die goede boodschap is er voor iedereen, wie je ook bent. En graag wil ik juist dit vandaag dik onderstrepen. Juist omdat wij als christelijke politieke partij geregeld in allerlei debatten verwijzen naar Bijbelse leefregels die het goede voor mensen op het oog hebben. En wij doen dat met overtuiging, omdat we geloven, net als in de muziek, alleen een pianist die die wetten van de muziek kent en toepast, dat die iets echt moois kan voortbrengen. En niet als je alleen maar losrammelt op die toetsen. Maar die verwijzingen naar die Bijbelse leefregels
kan natuurlijk wel voor mensen die nooit een voet in de kerk zetten, en dat zijn er tegenwoordig heel wat, kan wel misverstanden opleveren. Het misverstand dat de kern van het christelijk geloof bestaat uit het naleven van regeltjes. En het misverstand dat christenen zich beter wanen dan anderen. En ik zeg met nadruk, dat is dus niet zo. Een kerk is geen vergaderplaats voor halve heiligen, of voor brave Hendrikken, of voor fariseïstische bedweters. Het is een vrijplaats voor mensen aan wie het nodige mankeert en die om genade en ontferming verlegen zijn. Mevrouw de voorzitter, zo raakt Amazing Grace ons in het hart. Maar het raakt ook onze houding tegenover anderen. Juist het besef dat wij allemaal op genade zijn aangewezen, maakt ons ook mild tegenover medemensen, wie zij ook zijn. En het is prachtig als slachtoffers van onrecht, zoals die Afrikaanse kindsoldaat, niet voor eigen richting kiezen en kunnen vergeven. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een oproep aan overheden om gerechtigheid te oefenen. Kwaad moet ingedampt worden. In januari werden er in Parijs vreselijke aanslagen gepleegd. Terecht stond Europa ervan op zijn kop. Maar op diezelfde dag was ik met een delegatie vanuit onze fractie bij een massagraf in Nigeria. 10 dagen daarvoor waren tientallen dorpelingen vermoord door Boko Haram, die in wreedheid niet onderdoet voor ISIS. De wereld wist er niet van. Er was geen diplomaat geweest, er was geen journalist geweest, er was geen politicus geweest, vertelden ze in dat dorp. Na terugkomst in Nederland heb ik daar aandacht voor gevraagd. En ik moet tot mijn vreugde zeggen dat ik ook bij minister Koenders en bij breed in de Kamer daar ook steun voor heb gemerkt en een gewillig oor heb gevonden. En daarom ook vandaag nog het pleidooi, kabinet, blijf Nigeria aanspreken en ondersteunen om Boko Haram aan te pakken. En bevorder hulp aan meisjes die getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt. Er zijn heel wat gelukkig vrijgekomen van die ontvoeringen. Mevrouw de voorzitter, veel is vandaag al over het wereldgebeuren gesproken. De vluchtelingenproblematiek, de oorlogen die er zijn. De wereld bloedt uit 1000 wonden. Ongelooflijk hoeveel mensen wereldwijd op de vlucht zijn. En de Vivaldi-tonen van een Arabische lente zijn ruw afgebroken. Een treurmars kwam ervoor in de plaats. Als we die vluchtelingenstromen zien, dan is in een notendop waar ook de SGP voor staat, zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk opvangen, zo dicht mogelijk bij hun plaats van herkomst. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Aan de ene kant moeten we barmhartig herbergzaamheid bieden aan vluchtelingen die vrezen voor hun leven. Aan de andere kant moeten we ook duidelijke grenzen stellen aan migranten die hier niet mogen blijven. Dat is de inzet van de SGP. Mevrouw de voorzitter, al die brandhaarden en die conflicten die laten ook zien dat in deze gebroken wereld tanks en vliegtuigen helaas nodig zijn om af te schrikken en terrorisme te bestrijden. Toen de minister van Veiligheid en Justitie afgelopen zaterdagmorgen Nederland deelgenoot maakte van zijn favoriete muziek, en wij controleren hem zelfs op Radio 4, toen begon hij met de ouverture 1812 van Tchaikovsky. En als ik het goed begreep, sprak vooral in dit stuk het kanongebulder hem erg aan. En ik waardeer zijn muzikale smaak, maar zeg er wel bij, daar winnen we de oorlog natuurlijk niet mee. En als je alleen al kijkt wat er bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij de rechterlijke macht allemaal moet gebeuren, dan vraag ik me echt af of daarvoor voldoende geld beschikbaar is. Ik krijg sterk de indruk, daar hebben we het vandaag al uitvoerig over gehad, dat de begroting Veiligheid en Justitie niet op orde is. Waarom investeert het kabinet niet meer in onze veiligheid? Ook de defensiebegroting laat tekorten zien. Jarenlang zijn de defensiekassen geplunderd. Kogels en reserveonderdelen zijn op. Tanks en vliegtuigen zijn verdwenen. En gelukkig is er eindelijk een kentering gekomen. En vorig jaar steunde het parlement ook een motie die vroeg om een goed plan en meer geld
En inderdaad, het is vandaag al een aantal keren met trots genoemd, onder andere door de heer Zijlstra. Er komt heel wat extra geld nu bij. Dat is waar, het begin is er. Maar er blijft nog steeds veel meer geld nodig. En wij stellen voor het komende jaar al meer te doen en ook die inzet vast te houden in de jaren erna. Mevrouw de voorzitter, toen Obama het Amazing Grace aanhief en zong "Ik was blind, maar nu zie ik", was dat ook een oproep aan de Amerikaanse bevolking als geheel. Zijn er blinde vlekken? Hebben wij wel door wat er mis is in ons land? En ik denk dat dat een goede vraag is, ook voor ons land. Zien we wat er misgaat? Als je dat zou vragen naar blinde vlekken aan alle partijen hier, dan zal je heel verschillende antwoorden krijgen. Maar als je het de SGP zou vragen, noem nou eens 3 misstanden waar volgens de SGP te weinig oog voor is, dan pak ik die handschoen graag op. Dan zou ik allereerst noemen schending van het recht om geboren te worden. Het massaal doden van ongeboren leven is afschuwelijk normaal geworden. De abortuswet is destijds met de krapst mogelijke meerderheid aangenomen. En veel voorstemmers zeiden, wij zijn ook niet voor abortus, maar we zien het als een uiterste mogelijkheid in onontkoombare noodsituaties. Maar hoe kan het dan, als dat de lijn geworden is, dat dit meer dan 30.000 keer per jaar het geval zou zijn? Waarom dan in ieder geval niet meer gedaan om noodsituaties waarop de voorstemmers van toen doelden te voorkomen? Wil het kabinet daarop inzetten? Een tweede blinde vlek. De problemen van kinderen als gevolg van ruzie en ontrouw tussen vaders en moeders. Het maakt veel liefs en moois kapot. Meneer Pechtold, ik meen op het vorige punt. Ja, voorzitter. Kijk, het mag bekend zijn dat tussen SGP en D66 daar, laat maar zeggen, een wereld van verschil zit. En ik vind dat we elkaar daar ook in moeten respecteren. Maar ik vind dat te vaak de SGP met het getal van 30.000 komt. Al zou het een soort gemakzucht zijn. Al zou het een eenvoudige keuze als een soort verlaten anticonceptie zijn. Weet de heer Van der Staaij hoe partners met zo'n abortus omgaan? Dat dat een hele bewuste, overwogen stap is, die vaak ook tot veel pijn leidt. En waar dus je niet te makkelijk moet zeggen alsof dat door mensen gebruikt wordt als een gemakzuchtig iets waar niet over de gevolgen wordt nagedacht. Meneer Van der Staaij. Voorzitter, het is absoluut niet mijn bedoeling om makkelijk voorbij te gaan aan de worsteling die mensen daarmee hebben. Of te zeggen, dat gebeurt allemaal maar lichtvaardig. Aan de andere kant laten onderzoeken wel zien dat bijvoorbeeld financiële motieven een belangrijke reden vormen voor abortus. Als je dan ook nog kijkt, abortus bij 12, 13, 14 weken, dan merk ik ook in het land dat daar echt ook een kentering is. Omdat we gewoon simpelweg ook steeds meer weten dat inderdaad bij 12, 13 weken het al een kindje is met alles erop en eraan, met vingertjes en een kloppend hart. En er zijn ook foto's van die door sommigen ook als iconische foto's worden gezien. Hoe kan het dat wij dat normaal zijn gaan vinden? En ik ben bij een abortuskliniek geweest, ik heb gesproken met een abortusarts en ik zei, hoe kan dat nou? Een verloskundige die spreekt erover als een babytje en jullie hebben het over een klompje vlees. Doet dat wel recht aan die werkelijkheid? Weet u wat haar antwoord was? Maar de Tweede Kamer, die vindt het toch goed? Jullie zeggen toch in Den Haag dat er geen probleem is als je ook, als er al een verder ontwikkelde zwangerschap is, abortus toepast. En dat vond ik confronterend in die zin dat wij kunnen zeggen, de mensen weten wel wat ze doen. En zij zeggen, maar de politiek heeft hier een hele belangrijke verantwoordelijkheid in door te zeggen, ja hoor, dat kan onder bijzondere omstandigheden. Ja, voorzitter, dat kan onder bijzondere omstandigheden. En het is een recht van vrouwen en het is een recht van de partners die het aangaat, om daar in hun eigen individuele geval over te oordelen. En dan mag de heer Van der Staaij anders over denken. Maar de suggesties die hij met de getallen wekt, de suggesties al zou dat met 12, 13 weken nog steeds zijn, omdat het even niet uitkomt, die werp ik ver van me. Ik vind dat we in dit debat, en het is goed dat het bij de algemene politieke beschouwingen door de heer Van der Staaij weer aangehaald wordt, dat mag. Maar dat het wel in dat perspectief moet blijven. U mag met uw geloof er niet voor kiezen en ik sta voor het recht dat mensen die daar zelf over hebben nagedacht, als volwassenen een bewuste keuze hebben gemaakt, daar kunnen drama's achter zitten, dat die dat recht hebben en nog sterker houden. Ja, voorzitter, daar staan we inderdaad tegenover elkaar.
Maar het zou wel goed zijn als die discussie dan ook een verdieping zou krijgen. Want dat mis ik in Nederland wel in vergelijking met bijvoorbeeld een discussie die aan de Harvard University wordt gevolgd. Dat ook een voorstander van abortus, iemand als de filosoof, rechtsfilosoof Sam Sandel, dat die aangeeft van ja, in feite gaat het ook wel over de morele status ook van dat ongeboren leven. En hij zegt zelfs scherper dan ik het hier zeg, als het inderdaad beschermwaardig leven is, dan is het in feite wel moord wat daar plaatsvindt. Dat is wat deze Amerikaanse hoogleraar zegt, die zelf voorstander is van abortus. Voorzitter, en ik vind dat de heer Van der Staaij, die ik zeer respecteer, zich niet hoeft te verschuilen achter een Amerikaanse hoogleraar en dan het woord moord in de mond nemen. Zeg het dan zelf. Als u het vindt, dan moet u dat zeggen. En dan staan we lijnrecht tegenover elkaar. Maar ik vind niet dat je moet zeggen, ja, een hoogleraar die vindt dat. Nee, u heeft de materie bestudeerd, net als ik dat heb gedaan. U draagt verantwoordelijkheid voor een standpunt, net zoals ik dat doe. En dan vind ik dat je te ver gaat als je vervolgens dat als moord neerzet. Ga eens praten met die ouders. Uw partij is juist de partij die vaak zegt, hè, partners moeten bij elkaar blijven, wat er ook gebeurt. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor partners in een situatie terecht zijn gekomen, waardoor zij die keuze hebben moeten maken. En ik vind dat de overheid daaruit moet blijven, omdat wij gelukkig in onze vrije democratie het recht hebben gegeven aan in de eerste plaats de vrouw en in de tweede plaats in overleg met haar partner hoe daarmee om te gaan. Daar zijn controles op, het gebeurt niet zomaar en het is zeker geen moord. Voorzitter. Mijn punt is en blijft dat die bescherming van ongeboren leven daarin tekort schiet. En als je dat een heel belangrijk punt vindt, dat ook dat ongeboren leven beschermwaardig is, dat dat ook een recht heeft om geboren te worden, dan zitten er ook emoties aan de andere kant. Maar ik probeer wel, en daarom heb ik niet behoefte om me zo sterk mogelijk uit te drukken, om niet het gesprek en het debat te blokkeren met mijn uitlatingen, maar oprecht daar wel een discussie te krijgen die uitstijgt boven als je vanuit de SGP bent, ben je automatisch tegen abortus en de anderen zijn automatisch voor. Dat was in de discussie in de jaren 80 echt anders. Toen waren er ook nog velen vanuit ook D66 andere kampen die daar de grootst mogelijke moeite mee hadden. En dat is wel helemaal verdwenen door het alleen als recht te benoemen. Voorzitter, dat was het punt wat ik als eerste zou noemen. Als eerste blinde vlek. Een tweede blinde vlek, de problemen van kinderen als gevolg van ruzie en ontrouw tussen vaders en moeders. Het maakt veel liefs en moois kapot. En we waren blij verrast dat uit allerlei hoeken van de Nederlandse samenleving steun kwam voor de campagne ikgavertrouw.nl. Wanneer gaat het kabinet zeggen, wij gaan vertrouwen? Wat doet het kabinet om te voorkomen dat kinderen in de knel raken? Wat is het antwoord op het onrustbarend aantal vechtscheidingen? En als derde blinde vlek zou ik willen noemen de waarde van rust, meer speciaal zondagsrust. Steeds meer gemeentes offeren de zondagsrust helaas op aan weer een extra winkeldag. En ik weet het, die verantwoordelijkheid ligt nu bij gemeenten. Maar landelijk ligt er ook nog steeds een taak, namelijk het beschermen van burgers tegen gedwongen zondagsarbeid. Controleert de arbeidsinspectie hierop? Mevrouw de voorzitter, de SGP waardeert het dat in de financiële plaatjes invulling is gegeven aan de toezegging, ook richting de SGP, dat iets wordt gedaan richting eenverdieners. Dat zien we nu gebeuren. Voor het eerst sinds jaren hoeven de meeste eenverdieners niet in te leveren. Goed dat er extra geld naar de gezinnen gaat via het kindgebonden budget, maar ook hier moet er meer gebeuren. Waarom gaat het kabinet door met het afstraffen van eenverdienersgezinnen via de belastingregels? En erkent het kabinet dat hierdoor de kloof tussen één en twee verdieners groter wordt? Als dit probleem nu eens echt wordt aangepakt, dan is dat niet alleen eerlijker, maar is dat bovendien goed voor mantelzorgers. Want de veranderingen in de zorg, die vragen steeds meer van mantelzorgers. Zij verdienen extra steun. En mijn vraag aan het kabinet is, wil het kabinet onderzoeken om aantoonbare kosten die mantelzorgers maken aftrekbaar te maken voor de belasting? En wil het kabinet gemeenten motiveren om meer werk te maken van goede ondersteuning en toerusting van mantelzorgers? Meer geld helpt soms om problemen op te lossen. Het kan een zetje zijn om bijvoorbeeld de kwaliteit van verpleeghuizen omhoog te krijgen. Er moet niettemin meer gebeuren dan het trekken van de portemonnee. De zorg
heeft goede bestuurders nodig. Waardering voor de werkvloer en liefde voor de mensen die zorg ontvangen. Het onderwijs heeft bezielde docenten nodig met een warm hart voor de leerling. Wil het kabinet dit goede bestuur actief bevorderen, zonder gelijk met nieuwe wetjes en regels te komen? Wordt er nu echt meer vertrouwen gegeven aan vakmensen? Mevrouw de voorzitter, het is mooi dat de economie aantrekt, maar het is ook opletten geblazen. Uit de begroting blijkt dat het structureel begrotingstekort weer toeneemt. Dat lijkt weer aardig op potverteren. Straks moeten we in magere jaren weer fors bezuinigen. Het is beter nu voorzichtiger te zijn. Mevrouw de voorzitter, compromissen tussen PvdA en VVD hoeven niet altijd slecht te zijn. Soms is het zelfs verstandig om het goede van links en van rechts te combineren. Dan is iedereen tevreden, zoals strijkers, blazers en slagwerkers in een orkest een harmonieus geheel vormen. Maar dat gaat niet altijd goed. Soms sluipt er ineens een valse noot in. En die kom ik in de Prinsjesdag stukken helaas ook tegen. Dan heb ik het over de belasting op sparen. De boodschap van het kabinet was eerder: we snappen het. Het is niet eerlijk dat mensen belasting moeten betalen op basis van een verondersteld rendement dat met geen mogelijkheid te behalen is. Maar wat nu gebeurt, is koehandel. Het is toch raar dat ouderen die net hun huis hebben verkocht, straks ineens meer belasting gaan betalen. Het is alsof je een snelheidsboete krijgt, niet omdat je te hard rijdt, maar omdat je met jouw auto hard zou kunnen rijden. En ik zou zeggen, kabinet, doe wat aan die oneerlijkheid. Mevrouw de voorzitter, ik rond af. Dit jaar staan we stil bij 200 jaar Koninkrijk, 200 jaar parlement. En omdat ik mijn betoog begon met de zingende Obama, heb ik eens nagegaan of Kamerleden wel eens gezongen hebben tijdens debatten. En het antwoord is ja. In ieder geval in de laatste middag van 11 juli 1919. De Sociaaldemocraten waren apetrots toen de 8-urige werkdag verankerd werd in de arbeidswet. En na de stemming stonden zij als één man op en eenstemmig hieven zij een rood strijdlied aan. De rechtsafgevaardigden waren kort verbijsterd. Maar al snel rechtte de militante generaal Duyma van Twist zijn rug. En als tegenzang zette hij stevig het Wilhelmus in. En de Nieuwe Rotterdamse Courant weet nog daarbij te melden: luide zingend sloeg hij tevens de maat. Misschien wel voor het eerst weergalmde het Wilhelmus door de vergaderzaal. De voorzitter haastte zich toen met hamergeklap de vergadering te sluiten. Nergens is bepaald dat zingen tijdens de vergadering verboden is, maar kennelijk laat muziek in de politiek zich niettemin moeilijk harmoniëren met een goede vergaderorde. De muziek heeft één ding voor op de politiek. Als je verschillende stemmen laat horen, heet dat in de muziek een fraai koor. In de politiek heten die verschillende stemmen door elkaar een lelijke cacophonie. En toch geloof ik dat het luisteren naar die heel verschillende stemmen meerwaarde heeft. Het kan behoeden voor blinde vlekken. En daarom is het een slecht idee om een kiesdrempel in te voeren, wat ik van tijd tot tijd hoor. Nee, voor de SGP maak ik me, gelet op de gestage groei, geen zorgen. Maar je moet ook om anderen denken. Het zou toch sneu zijn als we geen PvdA of VVD meer terug zouden zien in de Kamer. En daarom hoor ik graag van de minister-president dat hij geen muziek ziet in een kiesdrempel. En tot slot, van harte wens ik de leden van het kabinet, maar ook onze medeparlementariërs, kracht, wijsheid en God zegen toe voor het nieuwe parlementaire jaar. En bovenal, amazing grace.